Van het vliegtuig dat de vorige week werd aangetroffen in het Afanafero-gebied worden de sporen in het laboratorium onderzocht. Dit zegt hoofdinspecteur Humphrey Naarden. De kist werd onbeheerd achtergelaten. Volgens Naarden lijken resten die in het vliegtuig zijn aangetroffen op cocaïne. Politie van die keriter, de narcotica brigade, heeft ingeschakeld. Ze zijn daar gegaan met collega's van de hondenbrigade. Ja. Om te kijken of er mogelijk drugs in het vliegtuig is vervoerd. En dat bleek dus juist te zijn. Die honden hebben gereageerd, één. En twee, ze hebben sporen van cocaïne aangetroffen. Kleine hoeveelheden van een witte poederstof. We denken dat het cocaïne is. En dat is gestuurd naar het lab. Zodat we met zekerheid kunnen weten dat het wel of geen cocaïne is. Maar zoals het erop lijkt, is het dan cocaïne. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Een gemengde eenheid van de politie is intensief bezig de zaak te onderzoeken. Naarden zegt dat het nog niet bekend is hoe de kist in het gebied terecht is gekomen. Het toestel is vermoedelijk voor drugsmokkel gebruikt en maakte een noodlanding nabij de verbindingsweg tussen Matapi en Bakhuis.